waarvan Ajax er één is. Halve finale Europa League. Nou, dat zie ik. Zie dan al de A. Ajax zou dus thuis beginnen. Nou, succes ermee. Dat is nog niet helemaal bekend of dat gaat lukken. Dat zou namelijk op 4 mei zijn. Daarover laten zorgen. Wat wordt de tegenstander? We moeten het alweer een beetje zien. Nee, op die manier niet. Ajax treft in de halve finale. Olympique Lyon. Tweede Nederlandse tegenstander voor Lyon dit seizoen. En dat Ajax het beter mag gaan doen dan AZ op hoge dag met z'n allen. Ze hebben elkaar twee seizoenen eerder getroffen. En Ajax verloor nog nooit van Lyon in die vier eerdere duels. Maar ja, ze waren er al bang voor, de supporters van Ajax, en ze hebben het gekregen. Ajax Lyon en Celta de Vigo speelt dan eerst thuis tegen Manchester United. Dat had dus Guidetti versus Slatan kunnen worden. Dat is nu officieel nog loten welke club thuis speelt in de finale, maar ja, dat later pas. Not easy, and this is not all yet. AZ, Roma en Besiktas uitgeschakeld door Lyon. Komend weekend meteen maar gaan scouten, zou ik zeggen. Dan spelen ze tegen Monaco. Een absolute topper in de Franse competitie. Daar zal Ajax ongetwijfeld al mensen heen gaan sturen. En zij gaan proberen om voor de derde keer Frankrijk een Europese beker te bezorgen. Daar hebben Ajax natuurlijk alleen al meer Europese bekers heeft gewonnen dan het hele Franse voetbal bij elkaar. En mocht Ajax de finale halen, dan spelen ze die officieel thuis. Dus is het allemaal wel gebeurd. Komt er nog een uitreiking van de beker. Wordt even vastgesteld dat inderdaad het andere potje, een ander balletje, papiertje 2 zat. Nou, zijn Overmars niet lachen. Ik weet niet of je dat wel had gedaan of zelf in de Vigo eruit was gekomen. Maar dit is dus precies de loting die werd gevreesd. Maar eens praten met John van der Brom en de mannen van AZ om te kijken of daar nog iets van geleerd kan worden. Dat zal toch wel.